Ik ben Christa Scholten en ik ben projectmanager bij Vlamerijn. Vlamerijn helpt klanten betalen. Wij bestaan sinds 1948 en hebben ons inmiddels ontwikkeld tot een full-service organisatie op het gebied van creditmanagement. En we ondersteunen bedrijven en overheden bij hun betalingsbeheer en het incasseren van openstaande vorderingen. Wat ons zo bijzonder maakt, is dat wij geloven dat de beste kwalitatieve dienstverlening wordt bereikt door focus en specialisatie. Op dit moment zie je erg veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord incasseren. En Vlamerijn speelt een hele grote rol in die ontwikkeling. Onze visie is dat schulden betaald moeten worden, maar niet ten koste van alles. Wij hanteren de menselijke maat. Door ons vooral te richten op schuldeisers en met vordering het vaste lastenpakket, hebben wij als geen ander het overzicht om escalerende schuldsituaties onder controle te brengen. En in bijna 95% van onze vorderingen kunnen wij een exacte voorspelling maken van de betaalcapaciteit van deze klanten. En daarmee voorkomen wij onnodig kostenverhogende rechtsmaatregelen. Duurzaamheid is voor ons enorm belangrijk en we zijn altijd op zoek naar manieren om daarin te verbeteren. En we zetten ons ook actief in om onze CO2-uitstoot sterk te reduceren. En bij inkooptrajecten hanteren we ook altijd een duurzame strategie. Door een aflopend contract met onze huidige leverancier gaf ons dat de mogelijkheid om onze printstromen nog eens goed onder de loep te nemen. Daarnaast was er langer de wens om dubbelzijdig te gaan printen en vanuit informatiebeveiliging met Follow-Me te gaan werken. En in die situatie kan alleen degene die het printje ingeeft deze ook van de printer halen. En tot slot was er een enorme wens om vanuit MVO-gedachten te gaan verduurzamen. Uiteraard is prijskwaliteit natuurlijk ook belangrijk, maar ook echt het gevoel dat je een partnership met elkaar aangaat. In die zin waren we dan ook niet merkgebonden, maar we werden echt overdonderd door het positief verhaal van Epson. Niet alleen het contact, maar ook de energiezuinige printpropositie sprak ons enorm aan. In de oude situatie hadden we 68 laser multifunctionals, verspreid over 11 locaties. En in de nieuwe situatie hebben we 27 Epson Workforce Enterprise printers op basis van Heat-Feed technology. Met name het duurzame karakter van de Workforce Enterprise printers heeft ons voor Epson doen kiezen. We hebben een optimalisatierapport laten maken waar er een vergelijk is gemaakt met de oude laserprinters. En deze is afgezet tegen de heat-free inkjetprinters van Epson. Hieruit kwam een gigantische besparing boven van liefst rond 3000 kWh over een periode van 5 jaar. En dan hebben we het over een afname van 92%. Datzelfde cijfer is van toepassing op de CO2-reductie. We zien maar liefst een besparing van 49.000 kilo CO2. En naast deze enorme energiebesparing verzorgt dat uiteraard ook een enorme kostenbesparing. Zeker met de huidige energieprijzen. De printers zijn gefaseerd uitgerold en sinds afgelopen oktober zijn al onze vestigingen van Appingedam tot naar Antwerpen over op de nieuwe printers. En de geluiden zijn enorm positief. Gebruiksvriendelijk en snel. Collega's kunnen de Follow-Me-optie ook erg waarderen. En wat komt het voordeel van de inkjettechnologie is dat er geen opwarmtijd is. Dus het printje komt direct uit de printer gerold. Ook onze IT-collega's zijn erg blij met deze overstap vanwege de lage interventies. En door de grote inktcartridges zijn er minimale wisselingen van verbruikersmateriaal nodig. Daarnaast zijn we ook heel blij met het contact van onze reseller CEP Solutions. En met name met die uitrol hebben ze zelfs echt fantastisch begeleid. Voor ons bedrijf opende de herziening van de printerparken de deuren naar verduurzaming, maar ook efficiëntieslagen in ons werkproces. En doordat er al aanpassingen in de applicatie gedaan moesten worden, konden andere wensen ook gelijk doorgevoerd worden. Zoals het centraliseren van onze poststromen naar het hoofdkantoor in Rotterdam. En door de aansluiting te zoeken met de Follow-Me zien we nu al dat onnodige printjes enorm aan het afnemen is. En dat heeft weer effect op de afvoer van ons vertrouwelijk papier. We zien dus een heel mooi sneeuwbaleffect ontstaan. En we gaan elk jaar minimaal 4 miljoen vellen papier minder printen. En dat is natuurlijk een gigantische mooie besparing.